vandaag heb ik een video voor jullie in Never Have I Ever. En dat doe ik samen met mijn vader. Yay! het is namelijk zo, Never Have I Ever is een spelletje dat je stelt vragen. En heb je het wel gedaan, dan doe je het woordje I have omhoog. En heb je het niet gedaan, dan doe je never omhoog. Dus ja, ik wil zeggen, laten we beginnen. Het spreekt voor zich. Ik hoop dat het wel leuk gaat worden. Dus we gaan het zien. Let's go! De eerste vraag. Never have I ever heb ik ooit gelogen over een cadeau wat ik niet leuk vond. Niet gelogen? Gewoon gelogen. Gelogen. Dus je hebt gelogen over een cadeau? Vaak zo. Ja, ik ook. Heel vaak zelfs. En niet mijn cadeautjes waren. Nee, maar wel heel vaak. Echt heel vaak. Wat was het ergste cadeau dat je ooit hebt gehad waar je totaal niet leuk vond? Zo. Zo erg dat ik het niet eens meer weet. Had ik met een sleutelhanger. Ik kreeg een sleutelhanger. Ik dacht van, wat moet ik daarmee? Oh, ik heb ze niet gehad. Never have I ever heb ik ooit afgekeken. Ik ook hoor. Tuurlijk. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ben jij ooit voor gestraft? Nee, je moet het wel goed doen. Ik ben wel een keer gestraft ervoor. Ik zie de klas uit. Nee. Was op de basisschool. Dat ik niet. Ik heb een lange nek, dus het gaat makkelijk. Never have ever heb ik ooit het verkeerde appje gestuurd naar de verkeerde persoon. Oh jawel. Ja, heb ik wel gedaan. Ik ook. Maar het was een werkappie. Ik wilde naar een collega sturen en ik stuurde hem naar Engeland. Dus die snapte er geen bal van in het Nederlands. Ja, dat is wel kritisch. Nee, ik heb het een keer gehad naar een klasgenootje. Never have ever gezegd tegen iemand dat hij of zij stom. Wat ik toch nooit gezegd heb? Of wel gezegd? Dat is dus de vraag. Heb je het wel of niet gezegd? Jij ook. Ja, je stinkt, stinkt. Ja. Eerlijk zijn toch? Ja. Kan diegene er wat aan doen? En hoe vaak dat niet tegen mij is gezegd? Joh, stink jij zo? Never have ever een vals telefoonnummer gegeven aan iemand. Nooit? Nee. Echt niet? Nee. Je geeft het telefoonnummer of je geeft hem niet? Oh, ik wel. Nee, ik niet. Op het VMBO, haar klasgenootje door de telefoon, dacht ik, ik wil meer jou geven. Nee. En dan ging ze aandringen. Dacht ik, nou, laat ik dan maar gewoon wel doen alsof ik het geef. En dan gaf ik een verkeerd nummer en dan hoorde ik er ook meer wat van. Nou, wel bij ding toch eerder mee. En dan weer de laatste vraag. Never have I ever gevallen omdat ik op mijn telefoon bezig was. Ik wel. Ja, ik niet. Maar gevallen, nooit zelf gevallen omdat mijn telefoon was laten vallen terwijl ik bezig was. Ook niet? Nee. Oh, ik allebei. Ik ga wel eens op mijn bakkers, maar niet met een telefoon. Ik wel. Goed, dat waren de vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel leuk om ze te beantwoorden. Ja, 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 ja mannen. Zie die grijns. Gelukkig. Was gezellig. In ieder geval bedankt ik jullie voor het kijken naar deze video. Dus vind je natuurlijk wel een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal aan die kant. En kijk voor video terug aan die kant. En dan zien jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!